Katrien Schrijvers van CD&V, welkom. U had een vraag over een kwaliteitslabel voor uitvaartondernemingen. Waarom? Want er bestaat al iets als een uitvaartfederatie. Er bestaat inderdaad een uitvaartfederatie. Nu, we zien dat er op vlak van afscheid en uitvaarten dat er heel veel in evolutie is. En mensen willen steeds maar een meer persoonlijke invulling. We zijn daar de voorbije jaren ook als decreetgever in meegegaan. Denk maar aan de sterretjesweiden die we hebben mogelijk gemaakt of de natuurbegraafplaatsen. En dan zie je dat mensen in hun zoektocht naar zo'n persoonlijke invullingen, dat er soms toch wel klachten zijn. En die klachten die kunnen dan gaan over het gebruik van materialen. Ja, de muziek die we hadden gekozen is niet correct gespeeld. Er is niet op een respectvolle manier omgegaan met de asverstrooiing en dergelijke. En dat is toch wel heel belangrijk. Ja, maar kunnen mensen met die klachten dan niet terecht bij die federatie? Momenteel kunnen ze natuurlijk terecht bij die federatie. Dat is natuurlijk de federatie van de ondernemers zelf. Nu, die federatie die pleit eigenlijk al langer voor een kwaliteitslabel. Wat voor mij voorop staat, dat is dat we vanuit Vlaanderen ook wel moeten aangeven dat een kwalitatieve en respectvolle manier van omgaan met overlijden en een laatste afscheid, dat we dat voorop stellen. Dat Vlaanderen dat onderschrijft en dat hebben we ook al gedaan in verschillende decreten. Maar ik neem aan dat iemand die aan zo'n beroep begint, toch ook wel het doel voorop stelt, ik wil kwaliteit leveren. Dat mag ik inderdaad wel aannemen, maar niet tegenstaande dat hoor je soms toch wel klachten. En ik weet dat er dan soms wordt gepleit voor een ombudsdienst. Maar natuurlijk, naar Nederlands voorbeeld. Maar natuurlijk zit in een heel specifieke situatie. Hè. Mensen gaan in een situatie van afscheid, van verdriet, komen terecht bij iemand die hen professioneel helpt doorheen administratieve beslommeringen, doorheen een keuzeproces van hoe ga ik die persoonlijke invulling waarmaken. En als dat op die week of die 10 dagen tijd niet op een goede manier gebeurd is, dan is er ook geen weg terug meer. Dat is een heel ander gegeven dan wanneer je een aankoop hebt gedaan of wanneer dat er werken in je huis gebeuren en je wilt een bemiddeling met een aannemer. Hier is dat niet meer mogelijk. Achteraf is het gebeurd en dan is de pijn er. En ja. Dan is het niet meer terug te draaien. En vandaar dat denk ik een echte ombudsfunctie, een bemiddeling dan tussen de uitvaartondernemer en de familieleden, dat dat nog weinig uithaalt. Dus we moeten zorgen dat we dat voorkomen. En vandaar de vraag ook van de federatie zelf naar een kwaliteitslabel, dat dan kan onderschreven worden, dat kan waartoe ondernemingen zich kunnen verbinden, dat en ook kan geattesteerd worden. Wat houdt zo'n label dan allemaal in? Oh, in een label kan een engagement staan naar het goed informeren van familieleden rond verschillende mogelijkheden. Ik hoorde niet langer dan 14 dagen geleden nog het verhaal van iemand die me zegde, er is recent iemand overleden in mijn familie. En hadden we geweten dat er een natuurbegraafplaats mogelijk was, dan hadden we daar mogelijk aan wel gedaan. Maar men heeft het ons niet gezegd. Dus goed informeren van mensen, correcte afspraken over de prijs. Het meegaan in een persoonlijke invulling, het gebruik van volwaardige materialen, kan allemaal voorwerp zijn van zo'n kwaliteitslabel. Net daarom zou je kunnen denken dat een opleiding echt wel nodig of verplicht zou moeten worden voor wie begrafenisondernemer wil worden. Ja, maar ik denk dat de meesten ook wel die opleidingen volgen en die opleidingen zijn er ook wel. Maar niet verplicht. Maar zijn niet verplicht momenteel. Ik denk ook dat er heel wat mensen ervaring doen bij een andere uitvaartonderneming. Je ziet ook in die sector dat er een schaalvergroting zich voordoet. Dus dat men ook wel vaker mee opleiding krijgt bij andere uitvaartondernemers. Wat voorop staat is dat mensen weten dat de uitvaartondernemer bij wie ze terechtkomen, op wie ze beroep doen, dat die kwaliteit gaat leveren. Dat die informatie gaat geven. En natuurlijk, hoe gaan mensen tegenwoordig op zoek? Heel vaak via websites.
En als er natuurlijk melding kan gedaan worden dat die of die onderneming dat kwaliteitslabel heeft, dan is dat voor mensen die op zoek zijn, denk ik, toch al een grote bijkomende garantie en een bijkomende geruststelling dat ze daar op een geruste manier beroep op kunnen doen. Ja, maar de sector vraagt duidelijk de hulp van de overheid. Ja. Waar kan dan die overheid daarin helpen? Want ik hoorde de minister toch zeggen, ik ben voor zelfregulering. Hij vindt dat de federatie en de begrafenisondernemers vooral zichzelf moeten organiseren en die kwaliteit zelf garanderen. Ik denk dat terecht is, maar de minister heeft ook een tweede zaak gezegd. En dat is namelijk dat hij het gesprek gaat aangaan en wel gaat zien waar Vlaanderen mee input kan geven rond dat kwaliteitslabel. En dat kan je als overheid toch duidelijk zeggen wat je daarin belangrijk vindt. Bijvoorbeeld rond gebruik van materialen. Je ziet dat er ook heel wat in evolutie is in de milieuregelgeving en dergelijke. Van waar gaan we naartoe? Hoe gaan we daarin evolueren? Wat laten we daarin opnemen? Dus Vlaanderen kan daar absoluut, denk ik, wel mee begeleiden, een zeg in doen, maar het is altijd best wanneer we eerst proberen dat een sector inderdaad zichzelf kan reguleren vooraleer dat we het allemaal echt van bovenaf aan gaan opleggen. Ja. Dus de minister heeft dat ook terecht gezegd en ik onderschrijf dat. Twee zaken. Eén, de sector moet zelf kijken. Wat kunnen we doen? Welke eisen leggen we onszelf op? Maar we willen als Vlaanderen wel mee de begeleiding doen en we willen mee de hand reiken om hen daarin te helpen. Ja. En wat ik daarin nog van belang vind, is dat ik denk dat daar ook een taakstelling zou kunnen zitten voor Vlaanderen samen met de sector om een stuk registratie te doen van meldingen die er zijn, van klachten die er zijn, als er bepaalde misbruiken zouden zijn. Want momenteel hebben we daar geen zicht op. En als je natuurlijk zegt van hoe moeten we ingrijpen, sector zelf of Vlaanderen, wanneer het niet lukt om de sector op een goede manier te reguleren, dan moet je natuurlijk eerst zicht hebben op wat er allemaal misloopt. En dat hoor je niet, dat weten we niet allemaal natuurlijk, dat hoor je niet van iedereen die daar bepaalde klachten over heeft. Wat ook niet helpt is natuurlijk dat de vestigingswet is afgeschaft. Dus iedereen kan zomaar begrafenisondernemer worden. Mm-hmm. Er zijn geen limieten meer. Ja, de vestigingswet is afgeschaft natuurlijk niet zomaar alleen voor de uitvaartondernemers, maar is in algemeenheid afgeschaft voor heel wat beroepen. En de uitvaartondernemers zijn er daar één van. En dat stelt dan natuurlijk een aantal bijkomende uitdagingen naar hoe gaan we zorgen dat die sector blijvend kwaliteit levert, want de mensen hebben daar recht op. En zeker in de pijnlijke situatie na een overlijden dichtbij. En gaan jullie dan met de sector samen zitten om een aantal parameters vast te leggen om dat label vast te leggen? De minister heeft nu gezegd, en dat vind ik zeker positief, ik ga het gesprek aan met de sector om te zien hoe we vanuit Vlaanderen samen met de sector kunnen zorgen voor een aantal kwaliteitsafbakeningen voor een kwaliteitslabel, zodanig dat de mensen die beroep moeten doen op een uitvaartondernemer gerust kunnen zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Als iemand in je familie overlijdt en je moet beroep doen op een uitvaartondernemer, dat je gerust bent, dat dat met waardigheid gebeurt, dat dat met respect gebeurt, dat dat correct gebeurt, dat er volwaardige, hoogwaardige materialen gebruikt wordt en zo verder. En dus u bent gerustgesteld door het antwoord van de minister? Wel, ik denk dat we stap voor stap moeten gaan. Er was een vraag vanuit de sector. De minister heeft nu gezegd, ik ga in op de vraag die er is vanuit de sector en dan gaan we zien tot wat dat gesprek leidt en welk stappenplan daar wordt afgesproken. En dan zullen we naar de toekomst toe kijken. Ook van, zijn er nog klachten van mensen? Hoe registreren we die klachten? En is verder ingrijpen noodzakelijk? Okay. Maar dat is nu nog niet aan de orde, denk ik. Oké, dat is duidelijk. Dank je wel, Katrien. Graag gedaan. Schrijvers.